geelrode opgewondenheid gisteren in woonzorgcentrum Humanitas. De bewoners hulden zich in deze kleuren omdat spelers van Go Ahead Eagles de fitnessruimte kwamen openen. Bij Humanitas kunnen bewoners sporten, maar de fitnessruimte is ook open voor bewoners uit de wijk. Ja, het is sowieso bijzonder dat wij dit allemaal in huis hebben voor onze bewoners, denk ik. En dat hij helemaal ook nog eens een keer in stijl is van Go Ahead Eagles, dat maakt het nog wel extra bijzonder. Is dit een mooie trainingslocatie? Nou, dat ziet er prima uit, dus wat dat betreft is misschien wel een idee. En gebak erbij, dus wat dat betreft. Net als Go Ahead Eagles onderdeel is van Deventer, voelt ook Humanitas zich verbonden met de stad en de samenleving. Vandaar dat de ruimte is opgeknapt met kleuren van de Eagles. Bewoners en Go Ahead Eagles hebben spontaan een actie opgezet om deze fitnessruimte te openen. Ja, het is leuk om te zien. En mooi dat de club dat het nog leeft ook bij deze mensen. Dus het is leuk om te zien inderdaad. Ik doe zelf vrijwilligerswerk bij de Go Ahead Eagles, dus ik had al een dun lijntje. Dus ik kon makkelijk met Adrie overleggen of dat mogelijk was. En gelukkig was het mogelijk. We regelmatig hebben activiteiten waar we eventjes moeten komen opdraven. Dus hoort erbij. En ik vind het eigenlijk wel leuk. Dus wat dat betreft prima.